niet alleen te luisteren hoor. Vooral ook in gesprek, denk ik. Ja, ik ben Simone Haan. Ik heb maar even een slide erachter geplakt, want ik heb eigenlijk geen presentatie gemaakt. Ik wil jullie graag wat vertellen over Sudbury onderwijs en dan vooral vanuit mijn eigen ervaringen. En ook met de koppeling naar vandaag. Ik had het idee, ik wil heel graag mijn verhaal vertellen. Maar wel eigenlijk met de bagage van wat ik vandaag heb meegenomen. En ik heb heel veel verschillende presentaties gezien. Bijvoorbeeld die van Jan Rotmans, vanochtend van Peter Ros. En eigenlijk de algehele lijn die ik voorbij zag komen, was dat de maatschappij nu gaat steeds meer naar die netwerkmaatschappij. Dat samenwerken veel belangrijker is. Innoveren buiten het systeem. Mensen worden steeds creatiever, er worden steeds meer vaardigheden gevraagd. En kennis wordt eigenlijk steeds minder belangrijk. Ik ben sinds mijn 14e zit ik op democratisch onderwijs. En democratische school gaat eigenlijk vanuit dat je leert vanuit jezelf. En je organiseert, je bent mede-organisator van de school. En je bent ook organisator van je eigen leren. Je mag zelf je leeromgeving ook vormgeven. Daarin ben je volledig vrij binnen de kaders die je met elkaar afspreekt. Je noemt twee stromingen die voor mij, ik ga het kleine beetje wat ik ervan weet, ik ga erheen. Democratisch onderwijs is, ik zal het meteen even antwoord geven op je vraag. Democratisch onderwijs is eigenlijk een verzamelnaam voor heel veel verschillende soorten scholen. Die werken volgens het principe dat je met vrijheid, verantwoordelijkheid en op gelijkwaardige basis met elkaar een school vormgeven en met elkaar leren. Dat heel erg waardevol is en dat je daar zelfstandige, verantwoordelijke, creatieve mensen uit voortkrijgt die weten wat ze willen en die keuzes kunnen maken en die ook niet bang zijn om fouten te maken. Dat is eigenlijk de visie van de democratische scholen en de uitwerking daarvan heb je gewoon verschillende soorten. En daar ga ik dan wat over vertellen over mijn school. Ik ben na 2 jaar op een democratische school ben ik een eigen school gestart op mijn 16e met een aantal anderen. Die werkt volgens het Sudbury-principe. En een Sudbury-school is ingericht eigenlijk als een mini-maatschappij. Je hebt gewoon een gebouw en er zijn allemaal ruimtes. En in die ruimte heb je bijvoorbeeld een huiskamer, je hebt een keuken, een creatieve ruimte. Maar ook rustige ruimtes, veel buitenterrein. En eigenlijk alles wat in school staat, is er omdat op een bepaald moment iemand wilde dat het in school was. Dus van 4 tot 18 jaar en de volwassenen die in school zijn, iemand heeft op een moment gezegd van, goh, ik wil dat er een gitaar is, want ik wil graag gitaar spelen en er is geen gitaar. Is initiatief genomen om die gitaar in school te krijgen en om daar gitaar te gaan spelen. Vervolgens, ik schets even nu een beeld, die gaat gitaar spelen. De andere mensen in school, die zien dat. Die denken, hé, wat is die nou aan het doen? Die komen erbij, die gaan meespelen. Die ontdekken opeens dat ze kunnen zingen. Iemand die staat op een bordje te tikken, hé, dat werkt eigenlijk ook wel. En zo ben je eigenlijk, zonder dat je vooraf hebt gezegd van jongens, we hebben muziekles, met elkaar aan het leren over muziek. Ontdekkend leren, hoe dat werkt, hoe dat in elkaar zit. En leren op een Sudbury school, wat eigenlijk een gebouw is waar kinderen volledig vanuit eigen vrijheid en verantwoordelijkheid hun leren vorm kunnen geven, vindt dus ook op die manier plaats. Door de dynamische netwerkomgeving die er is, door iedereen met zijn verschillende achtergronden, met zijn verschillende visies, met zijn verschillende dingen, je bagage, wat je weet, ben je een heel waardevolle mini-kennis- en vaardighedenmaatschappij waar je echt gewoon eigenlijk alles uit kan halen dan alles uit kan halen wat je nodig hebt voor in je verdere leven. Ja, je graag. Hoeveel is iedereen? Er zijn democratische onderwijs wereldwijd zitten zo'n 40.000. Mijn school 25 kinderen nu. Ja, mijn school is nu 25 kinderen. En mijn vorige school zijn op dit moment 120 kinderen. Dus het zijn redelijk kleinschalige scholen.
En de grootste school in de wereld is ook 200 of 250 kinderen. Omdat je op een gegeven moment, ja, je moet wel, de organisatie is een democratische school. Er zijn allemaal vergaderingen, ook georganiseerd gewoon om de regels in de school vorm te geven. Of om, ja, excursies te plannen of om activiteiten te plannen. En als je het op een nog grotere schaal zou doen, dat is nog niet uitgeprobeerd. Maar de verwachting is dan dat je dan toch meer naar de hiërarchische structuur zou moeten gaan. Terwijl dit is echt een school met een platte netwerkstructuur. En ik vind het heel leuk als jullie vragen stellen en zo. Want dan merk ik ook wat de behoefte is voor jullie om, ja, waar raakt het, wat wil je weten. En dat is ook eigenlijk hoe het bij ons in school werkt. En hoe het ook vandaag volgens mij werkt. Je gaat naar de dingen toe die je inspirerend vindt of die je interessant vindt. Je gaat erheen, je haalt er iets uit. Soms is het helemaal geweldig. Soms is het niet wat je verwacht had. Ga je dan weg? Blijf je zitten? Dat zijn allemaal vragen die op zo'n school, die je eigenlijk ook tegenkomt. Al die mensen die gewoon, ja, vanuit een passie over iets willen vertellen. Ik ga vragen. Ja, graag. Het is een klas zonder vooraf vast neergezette lessen, toetsen, klassen, examens, docenten. En dus dat mag je allemaal weer loslaten. En dat ligt dus helemaal aan jou hoe jij gitaar wil leren spelen. Als jij het zelf wil doen en gewoon wil klooien en een YouTube filmpje wil kijken, dan kan dat, dan mag dat, dan is daar gewoon ruimte voor. En als jij denkt van ja, ik kom er niet uit en ik vind het gewoon fijn om begeleid te worden. Dan kun je gewoon vragen aan een oudere student of een jongere student. Of aan iemand waarvan je weet dat de vader professioneel gitarist is. Of je daar begeleiding in kan krijgen. Ja, dat is dus geheel ook, wat ik zeg, zelf georganiseerd. Dus je moet dan vanuit je eigen initiatief en vanuit je eigen intrinsieke motivatie het mogelijk maken dat jij les krijgt op de manier die bij jou past. En dit is dus van 4 tot 18 jaar. En dus de spanning die mensen tegen kunnen komen is dus van ja, maar zo'n kind van 4, gaat hij dat wel doen? Gaat hij dan wel leren lezen en leren schrijven en leren rekenen? Want dat laten we dus ook los. En kinderen leren dus zichzelf leren lezen en zichzelf rekenen en zichzelf schrijven op een manier, ja, soms zie je het niet eens hoe ze het doen. En dan zeggen ze opeens, goh, mag ik jou voorlezen? Dan denk je, kan je lezen dan? Maar ja, dat gebeurt wel. En het bijzondere daaraan vind ik dat dus, dat ik gewoon kinderen gezien heb die dus gewoon niet op een traditionele manier les hebben gehad en die wel gewoon vloeiend Engels kunnen spreken met een schoolgenoot ergens in Amerika. En ja, dat vind ik gewoon cool dat dat kan. Dat bestaat. En graag met jullie delen. En op dit moment wat voor mij de uitdaging is, van hoe, omdat het dus een school is die zo anders is dan eigenlijk nu geaccepteerd wordt binnen het systeem wat nu zo is, hoe je daarin dus de transitie kan versnellen, dat er dus ook ruimte komt voor initiatieven als deze. Omdat er dus 16.000 kinderen thuis zitten in Nederland die geen passende school hebben. En daarnaast zijn er heel veel kinderen die elke dag in een klas zitten, die vakken moeten leren waar ze helemaal geen interesse voor hebben. Terwijl het allemaal, zoals we vandaag al, misschien, jij bent er nu vanavond pas, maar allemaal hebben we ons eigen interesses, onze eigen prikkelingen, waar je heen wil en wat je wil doen. En om die nieuwsgierigheid te behouden is gewoon zo ontzettend belangrijk. En ook gewoon voor onze toekomst, omdat we niet weten waar het heen gaat. Dat je daaraan durft te bouwen, dat je daar mee bezig blijft, ja, dat vind ik gewoon heel erg waardevol. En dan is mijn school een voorbeeld. En het is maar iets wat bij mij past. Ik zou het dus gaaf vinden als we iets hebben wat bij heel veel mensen past. Dat er gewoon veel verschillende keuzes zijn. En ook dat mensen in Nederland zich bewust zijn van dat er überhaupt een keuze is. Wat ik nodig heb. Wat zou je nodig hebben om dat ideaal van jou te realiseren? Nou, zoals nu een podium. Dat is een ding.
Nou, waar ik mezelf mee bezig hou, dat is dan niet alleen voor het Sudbury onderwijs, maar gewoon om die diversiteit te waarborgen, is Operation Education. Ga ik het dan toch noemen, hè, Owen? geïnitieerd door Claire Boonstra, ze is ondernemer en young global leader en heeft eigenlijk voor zichzelf naar veel bedrijven echt een plek van status behaald, waarvan zij zoiets had van, ja, dat was eigenlijk mijn doel. En toen ze daar was, kwam ze erachter, eigenlijk werkt het, is het dit niet, ja, nou ben ik er en nu. En toen is zij dus eigenlijk bij zichzelf te raden van, gegaan van, ja, waar gaat het om? Gaat het om je status en om je diploma en om je presteren en om hoeveel geld je hebt? Of gaat het om jouw waarde en jouw talent en om wat jou waardevol maakt voor je omgeving, voor de maatschappij? En die transitie die we vandaag ook gehoord hebben, die gaande is, blijkbaar, die faciliteert Operation Education. Dus de mensen, er zijn blijkbaar heel veel oplossingen al in Nederland. En heel veel mensen die het al wel anders doen en buiten het systeem doen. Anders denken, zoals vandaag alle changemakers, creative thinkers. En al die mensen moeten eigenlijk zich verbinden. Want als ieder op zijn eilandje gaat staan en zegt van mijn oplossing is het beste. Ja, dan is het leuk, maar kom je niet verder. En het gaat juist om dat je... dat al die mensen verbonden worden. Nou, dat is een van de dingen die dus Operation Education doet. Daarnaast is er nodig dat in de massamedia, dat daar het gesprek op gang wordt gebracht. Dat mensen gaan nadenken van wat vind ik belangrijk? Wat past bij mij? Wie ben ik? Wat zijn mijn waarden? Doe ik mijn kind gewoon naar een school in de buurt? Ook al gaat hij elke dag met buikpijn naar school. Mensen denken niet over, nou weet je, het is nou eenmaal zo. Maar het is niet eenmaal zo, want wij hebben allemaal invloed op het systeem wat nu zo is. Want het is namelijk ook gemaakt door ons. En dat mensen zich dus bewust worden van dat zij invloed hebben, dat ze ertoe doen, dat ze verschil kunnen maken. En dat mensen daarover gaan nadenken, dus creëren van dat bewustzijn, dat is ook iets wat nodig is in mijn opinie. Nou, en daarvoor sluit ik me nu dan... ja, daar weer aan. En ik zou het gewoon ontzettend gaaf vinden als meer mensen daarover gaan nadenken. En dat ik niet de enige ben die dit vertelt, maar dat meer mensen er zijn die dit vertelt. En dat daardoor dus ook ruimte, ik heb ook ruimte nodig, dat er ruimte is om dit soort initiatieven te doen. Want die ruimte is er op dit moment niet. Want er is ontzettend veel weerstand tegen, omdat je van dit soort scholen niet weet wat het eindproduct gaat zijn. Nou, er zijn rechtszaken. De ouders worden gewoon vervolgd omdat ze hun kind naar zo'n school doen. Mijn vader is een van de mensen die ook vervolgd is geweest. En hij heeft uiteindelijk de rechtszaak gewonnen. Maar de overheid en de inspectie die vervolgt dus ouders die hun kind naar zo'n school doen. Al zien ze hoe... Democratisch onderwijs is toch al een tijdje? Ja, is al een tijdje. Democratische school is toch al een... Ja, bestaat ook al een tijdje. Ja, maar betekent niet... Nee, sommige scholen wel. Er zijn scholen die geaccordeerd zijn, maar die moeten wel hun concept een beetje aanpassen. Zodat ze wel een soort van aanbod hebben en wel een leerlingvolgsysteempje en wel een... Dus dan kun je niet volledig doen wat jouw visie en jouw concept is. Want... Is dat ook de reden waarom je eigen school bent begonnen? Nee, de reden waarom ik mijn eigen school was begonnen is omdat er een verschil in visie... Ja, eigenlijk wel, ja. Ik zit te denken, ja, er was een verschil in visie. Nee, in dat kleine beetje aansluiten. Nee. Nee. Ik zeg, je doet het of je doet het niet. En je doet het niet, maar dan doe je het half. Dat werkt ook niet. Nee, je doet het of je doet het niet. En dan, nu ben ik dan misschien pionier met mijn 25 mensen en nog wat mensen die daar omheen zitten natuurlijk. En dan, ja, dan lig je onder vuur, maar het is wel nodig, denk ik. Want heel veel innovatie in Nederland binnen het onderwijs vindt plaats binnen het systeem. Binnen het systeem. Yo, we hebben een digibord. Dan denk ik, nou leuk, maar hè? Draagt dat nou bij aan een duurzame toekomst? Of aan een, ja, aan gelukkige mensen? Of aan, ja, hoe je het dan ook wil noemen. Ik zeg niet, de kinderen gaan ook niet altijd van 4 tot 18 jaar hun hele schoolloopbaan bij ons naar school.
soms komen ze na een paar jaar achter van ah, dit is niet hoe ik wil leren. En dan kiezen ze vanuit hun eigen intrinsieke motivatie voor bijvoorbeeld een reguliere school of voor bijvoorbeeld een Steve Jobs school of voor bijvoorbeeld een internationaal iets. Maar dan doen ze dat wel vanuit hun eigen keuze en niet omdat mensen zeggen ja, het is nou eenmaal zo, ga nou maar gewoon en doe gewoon wat je verteld wordt, want dan kom je er wel. Ja, ik denk gewoon niet dat het waar is dat je er wel komt als je altijd doet wat je gezegd wordt. Toch? Ik weet niet of jullie, wat jullie nu doen zelf, of dat ook iets is wat je al, waar je op school al de ruimte voor hebt gekregen? Of heeft dat tijd nodig gehad om... Ja, heb je dat buitenschool moeten doen? Ik zie jou knikken. Dan ben ik wel benieuwd naar wat je nu doet en hoe dat in relatie staat voor, tot wat jij vroeger op school gedaan hebt. Ja. Dat is toch wel. Daar hadden we een beetje eerder gekund. Ja. Ik loop zelf ook al. Mijn kinderen zijn 4 en 7. En waar ik heel erg tegenaan loop is die vrijheid die ik nu heb, die heb je op school niet. En we gaan wel naar een samenleving waarin we dat, tenminste daar geloof ik ook in. Netwerken is één, maar op school leer je niet netwerken. Op school moet je. Vooral 8 uur beginnen of 8:30 beginnen met schrijven, 9 uur beginnen met lezen, dan gaan we even eten met z'n allen. Ja, er is niks eigen initiatief. Het is allemaal moeten. En als je met iemand wil praten om dus te netwerken, dan mag dat niet. Nee. Stil zijn. Zelf bepalen, binnen grenzen, wat ze die week gaan doen. Ja, maar als je het echt het reguliere onderwijs hebt, dan is dat gewoon no way. Dat is gewoon met meedoen. Maar waar ik een beetje mee zit, is van ja, haal je de kinderen dan uit hun vriendenkring, sociale netwerk om ze dan naar een school te gaan, waar ze helemaal opnieuw moeten beginnen of school en huissituatie sluit niet op elkaar aan, want de vriendjes gaan niet naar die school. Het ligt heel erg aan de kinderen. Wat heel erg belangrijk is met dit soort scholen, is dat de kinderen het zelf ook willen. Als jij jouw kinderen naar zo'n school stuurt, dat werkt gewoon niet. Want als jouw kinderen daar zitten terwijl ze daar niet willen zijn, dan wordt het niet beter voor hun. Snap je? Dan is het misschien voor jou als ouder prettiger omdat het beter aansluit bij jouw visie. Maar voor de kinderen moeten zij ook wel willen. En dan is inderdaad de overweging van dat het nog kleine scholen zijn, die moet je maken. En er zijn mensen de kinderen die daarvoor gaan, die dat niet erg vinden omdat ze gewoon, er moeten sowieso mensen de eerste zijn. Hè? En er zijn ook kinderen die omdat het dus... omdat daar nog zo'n spanningsveld is, kan de school ook niet heel erg goed groeien. En dan heb je dus ook inderdaad, nu is het nog klein, dus dan heb je inderdaad ook kinderen die zeggen van het is te klein, dus ik neem dit voor lief. Dus. Kun jij dat, heb je daar ervaring of zie je dat het kinderen van 4 en 7 kunnen bepalen van, want ik heb het er in huis wel eens over, en dan zeg ik van, het enige wat ze onthouden is, jij mag zelf bepalen hoe je gaat leren. Ja. Mijn zoon die staat te springen om daarheen te gaan, want die wil alleen maar bepalen. Ja. Ik wil niks laten bepalen. Dus ik zei ook altijd, Mone zelf doen. Ja, kunnen kinderen op zo'n leeftijd al wel zeggen wat jij zegt van, tuurlijk, overal waar je mag doen wat je wil, dat is altijd leuk. Dat vinden we allemaal leuk, volgens mij. Ja. Maar het is natuurlijk wel doen wat je wil binnen kaders die je ook zelf bouwt. Dus je mag niet heel hard rennen door de gang als er is afgesproken dat je niet mag rennen door de gang. Dus er zijn zeker grenzen, daar kun je ook zeker tegenaan lopen. Nou, hoeft niet. Soms zijn ze heel streng hoor. Soms is die hele schoolgemeenschap heel streng voor zichzelf. Mag je niet met je voeten op tafel of niet eten op de bank. Dat zijn allemaal dingen die ze... Ja. Om nog even terug te gaan naar je vraag. Dat kunnen ze. Je moet er wel zelf ook het vertrouwen hebben.
dat is gewoon een heel belangrijk onderdeel. Het vertrouwen dat jouw kinderen dat ook kunnen. En in het begin zullen ze zeker spelen. Maar spelen is zo ontzettend belangrijk. Omdat ze daarin gewoon situaties van het echte leven uitproberen. En testen. En kijken waar de grenzen zitten. Hoe je sociale omgang. Daarnaast, ja, omdat het... Met de vraag van, is het... Hè, want natuurlijk, ik begrijp dat kinderen dat vertrouwen hebben ook wel. Maar wat jij zelf ook zegt, niet elk kind of elk karakter is geschikt. Of is er al aan toe. Of is... Mm-hmm. Hoe ga je met zoiets om? Want het is toch... Ja, ik denk persoonlijk, als je een kind meeneemt naar een speeltuin waar alles mag... Mm-hmm. Alles binnen kaders mag, maar je mag niet voorkruipen, je mag niet. Ja, dat vinden ze heerlijk als ze mogen zelf bepalen of ze van de glijbaan gaan, of dat ze gaan klimmen, of dat ze even niks gaan doen, of gaan zwemmen. Mm-hmm. Ja, dat is leuk, maar kunnen zij ook inschatten wat goed voor hun is op het moment dat ze leren? En niet dat ze na 8 jaar erachter komen en denken... Ja, dit was toch niet mijn onderwijs. Ik denk dat je de school creëert een situatie waarin zo'n kind waarschijnlijk ook gestimuleerd wordt om dingen te gaan leren. Ja, wordt gestimuleerd door... Dat wel uit zichzelf, maar wel... er zit wel een bepaalde begeleiding in, denk ik. Nee. Maar Roos is. Aapnoot niet. Sowieso het beeld dat leren iets is wat op die manier moet plaatsvinden. Dat je leren, dat je dat echt moet doen. Dat beeld, dat is mijns inziens ook een beeld wat niet helemaal correct is. Want heel veel dingen die jij geleerd hebt, heb je niet geleerd door ze echt te gaan leren. Nee. Maar die kon je. Juist niet. Die kon je opeens. En dat is gewoon omdat je dat deed. Maar hoe wist jij dat wat je aan het doen was, dat dat goed was? Dat wist je toch ook niet eigenlijk? Je doet het toch ook omdat je het gemotiveerd bent om te doen wat jij deed. En toen kwam daar leren uit voort. En zo'n kind zal in het begin zeker gewoon doen wat voor hem goed is. Namelijk spelen of tekenen of bomen klimmen of hutten bouwen of... Kijken hoe de grote jongens vuur maken. Of kijken hoe de grote jongens iets anders aan het bouwen zijn. Of kijken hoe, gewoon heel veel kijken en uitproberen. En dat verandert langzaamaan in een eigen richting en een eigen koers. En zelf dingen gaan organiseren en je eigen nieuwsgierigheid exploreren. Echt die leergierigheid, die komt daarin. En dan vindt leren niet altijd plaats in de klassieke setting zoals we hem gewoon gewend zijn. In een lessituatie of in een klassituatie. Maar dat is wel een mogelijkheid. Dus zo'n kind doet, zeker als hij 4 is, wat goed voor hem is. Namelijk wat hij op dat moment nodig heeft en wat hij op dat moment wil. Ja. Hij loopt tegen, ik heb een boek lezen, maar kan niet lezen. Dus dan gaat hij het ook niet proberen. Vanzelf komt hij wel toe, maar het is wel anders. Ja. Mag ik wat vragen? Ja, tuurlijk. Ik gaf een antwoord op hem. Op zijn antwoord is er wel of geen begeleiding. Toen zei je snel nee. En ja. Toen ging je snel overheen. Ja, want ik was nog even aan het... Wat is er wel? Ja, er zijn stafleden in school. Het zijn volwassenen die daarvoor gekozen worden. Ik ben op dit moment
staflid. Ja. En het zijn niet mensen, niet per se mensen die een onderwijskundige achtergrond hebben. Het zijn vooral mensen die gepassioneerd zijn, die verantwoordelijkheid kunnen nemen, die vooral goed rolmodel zijn en bewakers van het concept. En dat is eigenlijk de rol die en vraagbaak. Dat is eigenlijk de rol die zo'n volwassene in de school vervult. En een kind kan daar dus gewoon ook naartoe komen van, heb je enig idee hoe ik dit zou kunnen regelen? Of ik ben op zoek naar dit, weet je waar ik het kan vinden? En meer op zo'n manier. En wat vooral belangrijk is als ik daarheen ga als staflid, is ik neem een fotocamera mee, want ik ben fotograaf. En ik neem een gitaar mee, want ik zing ook heel graag. En ik ga daarheen en ik maak muziek en ik ben aan het fotograferen. En dan komen de kinderen op me af met vragen en dingen. En je hebt gewoon gesprekken, dus de grenzen tussen volwassenen en kinderen, dat daar een verschil tussen ze zijn of dat daar een afstand tussen is, dat wordt ook veel minder. Sinds ik op zo'n school zit, kan ik ook veel beter met volwassenen omgaan, ook als kind al, omdat je gewoon, ja, het zijn ook gewoon mensen en ze zijn juist handig en fijn om, ja, en fijn om mee te praten en ze hebben goede inzichten, weet je, omdat ze meer ervaring hebben. In plaats van weer die leraar die dat moet, die er zo voor staat. Dan krijg je ook dat gevoel van... Vraagbaak en tipgever, ja. En coach, waar nodig. Bij de kinderen zelf, om dat te organiseren. Dus om die vragen te stellen en te zorgen dat ze dan afgelopen tot mij krijgen. Moet ze helemaal zelf... Ja, je moet natuurlijk wel voor je zien dat er geen scheiding is dus tussen de stafleden en de kinderen. Dus het... Alles loopt door elkaar. Dus als ik heel graag het superleuk vind om een open mic te organiseren of zo, dan kan ik dat gewoon als staflid gaan doen. Ja, dat er dan geen kinderen heen komen, ja, dat kan. Ja. Maar dat hoeft toch ook niet? Ja, maar dat is dat oude wat je gewoon gewend bent. Hè? We zijn, de meeste van ons zijn opgevoed in dat oude systeem waarin leren iets is wat op een manier plaats, wat je echt moet gaan doen. Terwijl leren is iets wat er gewoon altijd is. Het is onmogelijk om niet te leren. Ik leer elke dag. Jullie leren elke dag. Iedereen leert elke dag. Dus waarom zou je leren moeten beperken tot iets wat... alleen maar op een bepaalde manier, in een bepaalde situatie, op een bepaalde manier kan. Dat is gewoon jammer. Want leren is niet iets vervelends of zo. Leren is niet, oh, ik moet weer gaan leren, weet je. Dan denk je, ja, zonde. Want leren is juist leuk en speels en fijn. En ja, daarmee kom je verder in het leven. Het leren is gewoon leuk, is gewoon cool. Ja. Mm-hmm. Ja. Is daar niet een soort brug te slaan of zo? Of is het niet mogelijk om in het bestaande systeem toch iets van dit te doen? Nou, er zijn al zeker scholen waar je niet van weet die al wel meer ruimte hebben in de, ook in de gewone reguliere scholen. Bijvoorbeeld scholen met heel veel gecombineerde klassen of zo. Of scholen zonder muren. Dus dan zit iedereen gewoon eigenlijk in één hele grote ruimte. In Zweden hebben ze nu scholen waarbij kinderen ingedeeld zijn op niveau in plaats van op leeftijd. Dus er zijn wel dingen ook binnen het systeem bezig. Alleen echt de ruimte zoals ik die schets, die kun je niet binnen het systeem op dit moment krijgen. Omdat daar de wet en regelgeving gewoon niet geschikt voor is op dit moment. Dus dan moet je een particuliere school starten. Nee, dit is niet, dit is in Zweden, niet met de democratische scholen en zo. Ik vind het zo grappig op niveau. Hoe kan nou de een meer niveau hebben dan de ander? Ik heb me er niet in verdiept, dus ik kan dat niet. Ik had misschien niet moeten roepen als ik het niet kon onderbouwen. Ja, maar dat vind ik juist leuk, want ik geef je bewust niet de beurt eigenlijk. Sorry, Jasper is mijn vriend trouwens. Maar
Omdat je op school hebben mensen ook niet geleerd om gewoon hun moment te pakken en hun beurt te pakken. Nou, en mensen zitten altijd te wachten op dat ze wat mogen zeggen. In plaats van dat ze gaan praten. Dus dat is ook zoiets. Weet je, het is goed om dus dat was even een experiment om te kijken wanneer je je moment zou pakken. En nu heb je het gedaan. Dus. Nee, spelen. Nou ja, omdat ik eerst dacht van nee, dan zit je op school, dan moet je van alles al doen. En dan kom je thuis om te relaxen en dan ga je wat je leuk vindt. Dus dan ben je alleen maar met spelen bezig. De andere kant is dat je was meer op hulp gericht dan van op je 13e en 14e word je al bijna verplicht. Kiezen wat je later wil worden. Geen idee. Vaak, dat weet ik niet, ga ik zo stellen. Waar ik tegenaan loop. Eigenlijk, nee, misschien ben jij niet. Waar ik tegenaan loop, nog steeds eigenlijk, is dat ik nooit geleerd heb om fouten te doen. Doe erop. Ja, Ik heb wel dat ik, als ik nu iets ga leren, dan zoek ik een YouTube filmpje, waarmee ik eigenlijk als een leraar zoek die gaat zeggen, zo moet je doen. Ja. In plaats van dat ik zeg, ik pak het en ik ga 100 keer het fout doen, totdat ik een keer op de maar dan nog zul je naar dat YouTube filmpje zoeken wat bij jou past. Ja, en ja. Er zijn ook heel veel verschillende soorten van maniertjes weer in de overeenkomst met. Ja. Ja. En dan zoek ik een filmpje wat op dezelfde manier als wat ik 20 jaar op school heb gegeven. Ja. Bedoel, ik zeg niet, ik wil nog wel even zeggen dat het voor nu, hoe het nu allemaal is ingericht, dat leren op de traditionele manier hoeft niet verkeerd te zijn. Er zijn vast ook mensen die zich daar nu heel prettig in voelen. Alleen, ik denk dat het heel belangrijk is dat we de diversiteit ook gaan opzoeken. En dat voor de mensen voor wie het niet past, of voor wie het niet prettig is, dat daarvoor gewoon mogelijk wordt om dit soort, dit te volgen, om dit te gaan doen. Ik denk dat dit onderwijs dan beter is, zeg maar dan in het traditionele onderwijs, dan gaat iemand anders jou vertellen wat je moet leren. Hier leer je al een heel jonge leeftijd om dat zelf te bepalen. Dat helpt je volgens mij in de rest van je leven veel beter dan. Ja. Dan krijg je dit. Dat is het onderwijs. Het onderwijs kan jou vertellen. Het is volgens mij wel iets wat naast elkaar moet bestaan. Want zo zijn er ook net mensen in de 40, 50, 60 die het ook heerlijk vinden om soms om 8 uur te horen wat ze smiddags om 5 uur af moeten hebben. Is dat zo? Of is dat zomaar wel? Natuurlijk is dat gemaakt. Het is hoe ze het geleerd hebben. Die halen hun energie ergens anders uit. Die gaan dan s'avonds om 5 uur gaan ze, of om 7 uur na het eten, gaan ze voor de voetbalvereniging zitten in de raad van bestuur. En halen ze daar hun energie uit. Laat ze het dan even op energieniveau bouwen. Maar dat is inderdaad volgens mij wat jij bedoelt. Het moet naast elkaar gaan bestaan. Het moet niet zo zijn dat alle scholen nu die vrijheid gaan. Ik zeg gewoon dat niet iedere school hoeft te zijn zoals mijn school. Maar ja, ik ben er wel voor natuurlijk dat dit soort dingen wel meer zouden groeien in Nederland. En wie weet, ik durf voor mezelf te zeggen, ik zie over 50 jaar zie ik geen traditioneel onderwijs meer vormen. Maar, hè? Om daar niet te veel meer mensen mee tegen de schenen te schoppen. Nee, maar ik zie, ja. Ik geloof daar niet zo in, want zeker het onderwijs hoe het nu is ingericht,
Ja, wat ze doen. Sowieso het woord onderwijs en scholen, weet je. Sowieso het woord school. Een school is meestal een soort eenheidsworst die zo... als je kijkt naar school, vissen. En hetzelfde geldt. Maar dat is weer... Dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Een nieuw woord, hè? Allebei. Scholen ja. En onderwijs. Ja, het, maar nu... Een nieuw woord voor onderwijs. Nu heet het zo. Ontwikkelwijs. Ontwikkelwijs. Ook leuk. Dat is de opvolger van onderwijs. Ontwikkelwijs. Onderwijs, ondernemer, zei dat kinderen ook na een paar jaar dit onderwijs, dat was gewoon het traditionele onderwijs. Ja. Loop je dan tegen, want het traditionele onderwijs, je gaat gebruiken van leerjaar 1, leerjaar dit al, leerjaar 2. Dus als jij pas in leerjaar 3 op zo'n school traditioneel. Ja. Volgden jullie de vraag? Zijn vraag is, ik vertelde net dat er ook wel kinderen zijn die op een bepaalde leeftijd ervoor kiezen om naar een reguliere school te gaan. De vraag is of je dan instroomt op hetzelfde niveau of niet. En hoe gaat het? Eigenlijk best wel vlekkeloos. Iedereen, de kinderen die zijn overgestapt, zijn ingestroomd op in hetzelfde klassejaar als waar ze zouden zitten als ze gewoon een reguliere opleiding hebben gevolgd. En dat doen ze zonder... Meestal zonder problemen. Ik heb het ook naast mij zien gebeuren. Bij mezelf ging het niet zo goed, omdat het niet mezelf een keuze was. Maar om terug te moeten naar het normale onderwijs. Maar ik zag bij de mensen die het wel wouden. Die gingen er gewoon een halfjaartje keihard voor zitten om die vakken die ze eerder hadden laten zitten. Want dat hoefde toen niet. Toch weer op te pakken. Gingen ze gewoon een halfjaartje keihard voor. En ja, maar dan heb je waarschijnlijk ook dat je... Heb je de motivatie ook. Ja. Nou ja, en de basis is dus eigenlijk dat je dus echt leert om je eigen koers te varen en om je eigen motivaties en je eigen interesses en je eigen talenten ook te volgen en die te exploreren. Daar fouten mee te maken, daarvan te leren en op die manier ben je eigenlijk ook een heel adaptief persoon en kun je gewoon vooral je aanpassen en gaan. Ja. Terwijl mijn ouders dat wel hebben willen stimuleren, faciliteren, maar die zaten er gewoon naast, zeg maar. Ja. Ik vind dat lastig, omdat bij mijn kinderen ook, ik zie wel wat van talent, of dan vraag ik wel, maar het is leuk, er zit een passie dan om te doen. Maar dat is niet per definitie zo. Ik durf ook niet te zeggen wat precies mijn talent is, maar ik weet wel de dingen die wel niet aanstaan. Wat is de rol van de ouders? Ja. Nou, is een school. Wat vooral belangrijk is eigenlijk, is dat je als ouder ook het vertrouwen hebt en durft los te laten in. Dat je vertrouwen hebt in je kind en dat je durft los te laten. En dat je vooral ondersteunend bent en dat je in je thuissituatie het niet totaal anders doet dan wat. Hoe het in de school gebeurt. Dus als het kind op school vrijheid heeft, maar thuis moet hij op die tijd dat, om die tijd dat, om die tijd dat, en dan ook nog dit en ook nog dat en ook nog zus en ook nog zo. En heb je wel wat geleerd vandaag? En wat heb je dan geleerd vandaag? En hoe heb je het geleerd vandaag? Dan gaat het niet werken. Dus. Ja. Ja. Je kan toch gewoon met je kinderen praten? Ja, tuurlijk. Maar ja, hoe dan? Ja. Nou ja, dit ook ondersteunen denk ik. Maar misschien stel ik een vraag. Ja, we hebben de rol van de ouder binnen zo'n school. Ja. Ik zie van mijn dochter die vindt zo heel erg leuk. En dan denk ik, oh leuk, dan gaan we het samen oppakken. En dan blijf ik er toch helemaal naast te zitten. Dus het is toch eigenlijk niet leuk. Of, weet je, ja. Nou ja, de. Ja. Ik vind het. Ja.
Ja, nou dat is dat vertrouwen waar ik het ook over heb. Kijk, om even nog een voorbeeld te geven, is op een school, ze hadden net zo'n school gestart ergens in, nou ik kan niet zeggen waar, hadden ergens zo'n school gestart en hadden de volwassenen in de school, de ouders hadden en de stafleden, die hadden gezegd van ja, eigenlijk moet er een speeltoestel komen. Dus er kwam een speeltoestel, maar dat hadden de ouders, de volwassenen hadden dat bedacht. Dat speeltoestel werd neergezet, dat is leuk, kunnen de kinderen mee spelen. Er heeft geen kind op gezeten. Sinds dat hele ding er stond, heeft er geen kind op gezeten. En daarin is het eigenlijk hetzelfde verhaal. Je moet vooral faciliteren, de wens van je kind faciliteren en dus erop vertrouwen dat je kind daarin de goede keuzes maakt. En de enige manier waarop je erachter komt waar je kind zich mee bezighoudt, is door met je kind te communiceren, met je kind te praten en in te spelen op de behoeftes. En daarin kun ook jij een rolmodel zijn en het zelf gewoon het goede voorbeeld geven en vraagbaak zijn. Je mag ook best een tipgever zijn, want ook in zo'n school worden gewoon tips gegeven en adviezen gegeven en van joh, zou je niet eens. Het wordt alleen nooit doorgeduwd. Dus ik zit daar ook wel eens van, goh, als je dat zo leuk vindt, moet je hier eens naar kijken of moet je hier eens naar kijken. Maar dat gebeurt veel meer in een sfeer van dat je dat oprecht als advies wil geven, in plaats van dat je vooraf bedacht hebt van, oh, die is nu daarmee bezig, nou, dan moet hij dit doen, dan moet hij dat doen, dan moet hij zus doen. Dus op die manier kun je ook je rol als ouder inzetten. Je kan tips geven en dan kijken of dat wel of niet aanslaat. Ja. Eigenlijk gewoon zoals we hier de hele dag ook zitten. Ja. Hoe gaat het na dit onderwijs? Als ze 18 zijn, gaan ze dan nog, stromen ze door het reguliere onderwijs? Of zie je dat ze heel veel hun eigen... Het verschilt. Ik heb zelf voor gekozen om geen regulier schooldiploma te halen. Omdat ik heb geen MAVO, HAVO, VWO diploma. Omdat ik niet de wens had om echt aan de universiteit te gaan studeren. De studie die ik wilde doen was deeltijd en had ik verder geen toelatingspapieren voor nodig. Dus ik denk, mooi, dan heb ik dat ook niet nodig. Ik heb ook een vriend die wilde toch wel heel erg graag gaan studeren. En die heeft gewacht tot zijn 21ste. Die heeft een toelatingstoets gedaan. Dat kan ook voor de universiteiten. Ik heb ook een vriendin die vindt het gewoon heel belangrijk. Die wilde gewoon heel graag gaan studeren. Die heeft gewoon onder schooltijd gezegd van ja, ik wil dat gaan doen. Ik ga mijn VWO halen. Die heeft de VWO gehaald. In 2 jaar heeft ze dat gedaan. Gewoon die 6 jaar gewoon in 2 jaar geleerd op haar eigen manier. En toen is ze doorgestroomd naar gewone school. Dus het ligt er helemaal aan wat jij wil. En als je nog niet weet wat je wil, dan kun je vooral gewoon gaan doen en erachter komen wat je wil. Eigenlijk sluit dat naadloos in elkaar over. En om nog even een leuk voorbeeld te geven, is van de school in Amerika, de Sudbury School, die bestaat trouwens nu 45 jaar, dus het is niet een nieuw concept of zo. Er was een jongen, die heeft daar zijn hele schooltijd op zo'n school gezeten. Altijd die vrijheid gehad en eigen verantwoordelijkheid en zo. En hij kwam ergens gedurende zijn proces achter van, dit is echt wat ik wil doen. Het is gewoon zo mijn passie. En hij is op zoek gegaan naar waar hij dat ene ding kon gaan doen. En de enige plek in de wereld waar hij kon doen wat hij wilde, was in een Duits bedrijf. Wat nog compleet top-down, super hiërarchisch, met inklokken, uitklokken. Je mag niet met je meerdere praten zonder dat je daar een afspraak voor hebt. En hij heeft het daar geweldig, omdat het zijn passie is om dat daar te doen. En dan ga je dus ook mee in dus die omgeving die daar omheen gebouwd is. Ja, dus dat vind ik dan een heel mooi voorbeeld. Dat is nog niet zo. Nee. Maar je kan natuurlijk wel gewoon online universiteiten volgen, want het staat tegenwoordig zo heel veel colleges staan online. En ik zie wel ook gewoon de verandering naar dat bijvoorbeeld je portfolio, je ervaring, dat veel meer waard is dan andere dingen. Als ik mijn cv opstuur naar een bedrijf, dan nodigen ze me uit voor een gesprek, omdat er zoveel interessante dingen in staan die ik heb gedaan. En ja,
Als je school gestart hebt en ergens voorzitter bent geweest en dit gedaan hebt en dat gedaan hebt, dan ben je gewoon interessant. En dan lezen ze niet eens dat ik geen VWO-diploma heb of HAVO-diploma heb. Of ze lezen het niet eens. Dus als je gewoon op die manier... Ja, weet ik niet. Ik heb het nog niet uitgeprobeerd, want ik heb het nog niet uitgeprobeerd. Ook een aanname, ja. Ik ben daar vaak tegen aangelopen. Ik heb HBO's, ik heb slechts HBO. En bij Shell word je niet aangenomen als je geen VWO hebt. Maar dat is wel... Ik heb geen HBO, ik heb niet ik heb alleen een VETA-diploma. Maar dat is natuurlijk ook aan het... Maar dat is natuurlijk ook aan het veranderen. Hè? Want kijken we wat Claire Boonstra, om nog even terug te gaan naar Operation Education. Wat Claire Boonstra achterkwam bij haar bedrijf Layer, is dat zij wilde heel graag mensen met bepaalde talenten. Maar alle mensen met de papiertjes hadden niet de vaardigheden en de motivatie die zij zocht, die zij nodig had voor het bedrijf, om dat bedrijf te laten groeien. En zij heeft dus allemaal mensen uit het buitenland moeten laten komen om bij haar in het bedrijf te werken. En dus... De waarde van het papiertje verandert ook heel erg. Als jij een goed papiertje hebt, maar je kan niks, of je hebt geen papiertje, maar je bouwt de hele wereld, dan durf ik er vergif op in te nemen dat een werkgever gaat voor iemand die de hele wereld kan bouwen. En als de werkgever daar niet voor gaat, nou, dan is dat jammer voor hem, want dan heeft hij een gemiste kans. Toch? Ja. Ja. Leuk, ja, ik ben benieuwd ook naar jouw verhaal. Maar leuk dat jullie er waren ook. En vraag vooral nog dingen. Dankjewel. Dankjewel.